Hey, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag is het weer een interessante video. Het is het vervolg op wat ik in mijn afgelopen livestream had. Dat ik ben benaderd door Renzo van de politie. Hij is volgens mij zelfs recherche, korpsleider zelfs. En hij heeft mij een aanbod gedaan om voor hun te komen werken om de gang te verraden. Echter ga ik dat natuurlijk niet zomaar doen, maar ik wilde wel horen wat hij allemaal te bieden heeft. Want wellicht haal ik hier iets uit wat nuttig is voor mezelf en voor de groep zelf. Dus veel plezier met kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Check dat zeker even. Maak dat rode knopje eens even grijs. Jij vieze bu. En als je dat hebt gedaan, laat het dan even weten in de reacties. Dan geef ik je reactie een hartje. En like even de video. Gaan we voor 3000 likes. Thanks voor alle support de laatste tijd en veel kijkplezier. Hey. Wat de... Hallo. Hey. Hey. Jezus, dit kan niet eens mijn auto noemen, zo. Jongen. Wat is dit? Een Mini Cooper. Holy shit. Hey. Hallo en welkom bij de nieuwe video. We zijn vandaag weer in een andere roleplay server, namelijk Roofane. Yay. We gaan vandaag weer hele bijzondere dingen doen. Namelijk, geen flauw idee. Beste content creator van het land. Yay. Ik ben echt een idioot. Spreek met Makkers. Je spreekt met Edward. Hey, sta je op dit moment met mensen? Met veel mensen? Ik sta in de AWB alleen, maar met een AWB die mijn auto fixt. Alleen ja, ik sta eigenlijk alleen. Komt op neer. Oké, duidelijk. Heb je nog over gisteren, heb je daar nog heb je een beslissing kunnen maken of nog niet? We willen met niks zijn akkoord te gaan, omdat ons tijdbestek veel te kort was. Ja, dat is precies wat ze wilden natuurlijk. Waardoor ze er sowieso nog over na kunnen denken verder en meer informatie kunnen krijgen van wat ze nou willen. Weten wat de dreiging is. Oké, dat is duidelijk. Onthoud in ieder geval dat ze dit jou aanbieden, omdat jij informatie hebt die zij willen. En zodra je die informatie hebt gegeven, dan gaan ze je veroordelen voor wat ze ook. Ja, dat kan wel gedacht. Dus ja, yes. Dat wil ik wel eventjes vertellen voordat je deze deal ingaat. Mm-hmm. En er is ook best wel een kans dat je niet meer terug kan als je eenmaal een contract of zo hebt getekend. Ik ga er vanavond heen. Succes. En dan zal ik horen hoe en wat. En ben ik heel benieuwd waar dit heen gaat leiden. Yes. Tot snel. Hey, Max. Ik heb een afspraak. Als je mee wilt, dan moet je... Wat voor afspraak heb je? Achterlaten. Ja. Ja, sure, prima. Wat ga je doen? We hebben een afspraak met Shadow. Oei, dat is de eerste keer dat ik dan Shadow ga ontmoeten. Jordi is een Downia. Ja, ja. Moet dat nou? Mee, zus is lekker, lekker. Ja, ja. Daar stond hij. Hey. Nee. Hij is er al. Draai het. Nou, jongens, ik ben benieuwd. Goedemiddag. Jullie wouden ook nog een goed woordje spreken met Jun, heb ik genomen. Ja. Je mag deze kant op komen. Ja, hij komt hier nu aan. Kunnen jullie een woordje met hem doen? En dan zal ik dat woordje gaan eindigen. Hij heeft een infiltrant van ons doodgeschoten. Hij heeft overleefd, gelukkig. Maar dat is niet de bedoeling. En ik weet niet of jullie kwade bedoelingen hebben met Jung. Jazeker. Dus het lijkt wel verstandig dat jullie dan eerst het woord nemen. Hebben jullie zelf een wapen bij? Ja. Los jij het kogel of ik? Ik wil zeker weten dat hij goed dood is. Het lijkt me verstandig tegelijkertijd te schieten. Ik schiet in zijn hoofd, hij schiet in zijn borst. Ik knal er nog een paar in zodat hij niet kan overleven. En dan gaan we er vandoor. Boys. Ik heb een gast, DJ. Die stuurt nooit een locatie. Ja? Nou, hij stuurt me in één keer een locatie op een heel afgelegen plekje. Dus ik heb heel de gang erop afgestuurd. Zo. En ik denk dat het in betrekking is met Appie, anders schiet ik deze avond ook hem door zijn kop heen. Hij is geschoten, denk ik. Ik weet al door wie. Ik weet al door wie. Doe. Appie Visser. Zo, hij is gelijk de lul. Hij is gelijk de lul. Je mag op je knieën gaan zitten en handen boven je hoofd. Hij is de lul. Hij is echt de lul. Dan ga je, vriend. Het was niet zo'n heel verstandig plan om een van mijn infiltranten op Blokpark te schieten, hè, maat? Ik denk dat het op zich ook wel duidelijk is. Ik weet niet of je stemmen aan het doen. Was dat een infiltrant van jou? Tuurlijk is dat een infiltrant van mij. Ik heb geen idee waar het over gaat, maar ik vind het leuk. Ik denk dat jij sowieso verkeerde keuze maakt. Darkness in een slecht daglicht zet. Een beetje domme praatjes over Darkness. Ik denk nou niet echt dat jij beseft wie je eigenlijk bent. Ik kan misschien wel een gun hebben. Straks heb je er toch niks meer aan. Dit is dus de Shadow, jongens. Dit is de schaduw, de Shadow. En zijn handlanger, gok ik. Of een handlanger. Dit is een gast die heeft een infiltrant van Jordi doodgeschoten. Jordi heeft meerdere infiltranten bij verschillende gangs en groeperingen. Pak nu zijn vlindermes even af. En de Shadow die wil hem dood hebben. En Jordi wil hem volgens mij ook dood hebben. Dus ik denk dat het einde is van deze gast. Hij helpt gewoon op de grond. Ik ben erg teleurgesteld. Om het zo te zeggen. Ik krijg informatie door over dat jij naar andere leden buiten ons om informatie door. Tweede, heb jij vandaag iemand vermoord? Buiten ons om. Nou, hij is de lul. 3, 2, 1. Tonk, tonk, tonk. En los. Alsof er niks gaande is. Nou, die schiet nog 100 meer. Zo! Hij wil hem echt dood hebben. Nou, let's go.
Hij wilde hem echt dood hebben, jongen. Hij schoot 100 miljoen keer na. Hij schoot 100 miljoen keer na. Zo, nou, die weten wel zeker dat hij dood is. Yep. Zo, even een magazijn op de bak geschot. Ga naar rechts, hij ging naar links. Appie heeft waarschijnlijk iemand vermoord. Appie heeft iemand vermoord. Ja. Nieuwe Appie. Ja. Papi. Papi, inderdaad. Papi heeft iemand vermoord. Ja, Papi heeft iemand vermoord. DJ. Die DJ. Gast waarmee het laatst was chillen wezen, was chillen. Ja. Hoezo? Weet je hoezo? Ik heb nu de poort open gezet. Hey boys, wat staat er bij jullie? Je gaat nou de laatste locatie van Appie Visser bezoeken. DJ is veilig. Waar is dat? Oké, wij hebben iemand helemaal doorzeefd met kogels. Lichtelijk uitgedrukt. Ik word gebeld. Door wie word je gebeld? Van een Renzo. Waarschijnlijk. Hey. 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 Gezellig met de boys. Ja. Top. Tijd? Ja. Jawel. Kan jij wegkomen van hun zonder dat het opvalt? Ja, dat kan wel. Wat is je smoes? Ik heb een afspraak staan. En dat weten ze. Oh, nou, ik denk als jij iets zegt van een locatie of zoiets waar je moet, dan zorgen we dat we daar in ieder geval niet staan. Nee. Dat niet. Helemaal goed. Stuk je zo'n locatie door. Yes, top. Joep, stuk je zo. Joe. Hey, ik moet zo meteen gaan, wat ik zei. Mm-hmm. Ik had zo meteen nog een afspraak staan. Ja, met Renzo Knotter. Ja, Renzo Knotter. Dus als jij mij hier af kan zetten bij een... is hier een impound? Oh, zeg maar eens dat hij een impound is. Nee. Oké, jongens, wij hebben een afspraak met Renzo Otter, de politie-recherche-agent dinges. En ik weet niet, die moet mijn auto pakken. Dus we gaan even kijken of we een auto kunnen pakken. Ik denk het niet. Ik denk dat ik mag huilen. Oh, ik mag heel hard huilen. Dus ik moet eigenlijk even naar Jordi even vragen of je hem af wil zetten ergens. Maar ja, dan gaan we even praten over zaken. Ik hoop dat Willem er is, en anders moeten we maar even wachten op Willem. Dan komt Willem wel wat later. Ik word wel anoniem deze keer. Hey, je spreekt met Marcus. Hey, je spreekt met Edward. Hey, luister. Weet je iets van schoten? Welke schoten? Oké, ik was net dus... ik had Appie gebeld. En ik heb niet zo heel veel met Appie. Dus ik heb gewoon gezegd, ik heb hem even een beetje gevleid, weet je. Ik zeg tegen hem, hey Appie, ik had iemand nodig die gewoon een beetje logisch kan nadenken. Ik dacht gelijk aan jou. Nou ja, dan had ik gelijk kunnen weten dat dat niet waar was. Maar goed, want Appie kan niet heel normaal nadenken. Van Appie is maar, Appie, weet je. Ja, precies. Ach ja, een beetje een Jan-typetje in dat opzicht. Wacht 2 seconden hoor, even. Hey, thanks Jordi. Yo. Ik spreek je later. Yo. Want ik had een telefoontje gekregen dat Appie iemand ging executeren. Ja. Toen ben ik daar zo heen gegaan en toen loste Appie per ongeluk 1 schot. En vervolgens zijn er meer schoten gelost. Ja. Weet jij er wat van? Ik was op dat moment op een ander plekje. Maar wij wisten dat Appie op DJ schoot. Ja, dat klopt. Op DJ. En dat is niet gelukt, hij is niet dood, dacht ik. Okay. En verder gingen wij daar naar Appie achteraan. Dat had ook iets te maken met Roy Harper. Ja. Verder wist ik niet zoveel van, maar ik moest nu gaan. Dus ik ben nu niet meer met de boys. Oh, jij bent er vandoor? Ja, ik moest... Ga je de stad uit? Nee, afspraak met Renzo heb ik staan. Dus die moest ik even nakomen. Is helemaal goed. Hey, luister. Ja? Dat is even misschien een mooi bruggetje naar dat onderwerp nog. Ja? Ik weet dat we niet een bijzonder kleurrijk geschiedenis hebben. maar van deze politiezaken weet ik wel veel af. Ja. Dus als je een keertje advies nodig hebt, nou, je weet al vaak welke kant ik op ga. Richting, tegen de politie. Maar ik zal mijn eerlijke mening geven. Als ik denk dat er iets uit te halen valt, dan zou ik dat ook zeggen. Ja. Maar ik zou je vrienden niet verraden voor. Nee, dus onthoud dat is het enige wat ik zeg. Ja. En ik zit al een tijdje in het wereldje. Dus succes. Yes, dankjewel. Ik ga er nu heen. Ik hou je wel op de hoogte. Oké, we hebben nu afspraakje. Die gaan we even nakomen. Laten wij de locatie die we hebben gekregen van Renzo even... Hoppakee, erin zetten. We zijn nu onderweg, jongens. We zijn nu onderweg naar Renzo. Ik ben heel benieuwd. En zoals Edward al zei, hij denkt dat ik hier niet zo heel veel uit kan halen. Dus ik moet goed oppassen met wat ik doe. Niet zomaar hiermee akkoord gaan en de gang verraden. Maar ja, ik wil wel weten wat ze allemaal nog meer te zeggen hebben. Ik wil wel weten wat ze allemaal nog meer hiermee te zeggen hebben. Oké, blijkbaar is de locatie op de golfbaan. Echter, vertrouw ik het niet helemaal. Want vorige keer was ik ook naar een locatie gestuurd. En toen bleek niet die locatie te zijn. Maar ik twijfel ook nog wel weer of dat echt weer te sprake valt. Nee, hij staat terecht. Hij staat terecht deze keer. Oké, hij staat er nu echt. Nou, laten wij de auto positioneren. En die Mike Bartel staat er ook bij. Goedenavond, heren. Hey, Plakkers. Hey. Nog last van spierpijn? Spierpijn? Ja, laat maar. Ja, hoe lullig we het ook vinden. Protocol is wel dat we alles van je afnemen. Dat doen we dan in geluidsdichte zakjes, zeg maar. We willen geen microfoontjes of dat soort dingen. Oké. Dus we gaan je alleen interviëren. Ik wil je telefoon hebben. Prima. Mijn collega prima. Heeft ook nog een zo'n metaalding, zeg maar. Dus mocht er nog iets van de geluidsinstallatie zitten of wat dan ook, dan vinden we ik dat heb ook. Niks. Het is gewoon puur om even zeker te weten dat we geen meeluisteraars hebben. Nee, dat is prima. Oké, jongens, nou, ik ben benieuwd. Allemaal communicaties van, ik ben gefouilleerd en zo. Welke auto moet ik instappen? Ja, pak die andere maar. Oké.
Zorg dat er geen zand onder je schoenen zit. Ik klop even uit waar ik ga zitten. En Willem? Ja, Willem heeft ons ook een vrolijk mailtje gestuurd. Komt na jou aan de beurt. Oké, okay. Dat is de bedoeling dat dan van je uiteindelijk toen overhalen? Wat me heeft overgehaald? Ja. Ja, nou, jullie hebben slim gespeeld als het gaat om tijdsdruk. Ik heb niet zo lang gehad om erover na te denken. Ik heb er even met Willem over gepraat. Maar het geld, veiligheid, een beetje... er is niet echt veiligheid in de wereld waar ik nu leef. Voor mijn gevoel kan ik elk moment, zeg maar, in één keer door mijn kop worden geschoten. Nou ja, het betaalt af en toe hier en daar wel leuk. Maar als jullie me beweren dat jullie me bewijs van een ton extra salaris kunnen geven, zie ik dat wel zitten. Ja, snap ik. Ja. Je moet wel een beetje overtuigd zijn. Heel kort gezegd, ga je er wel volle 100% voor? Je hebt me heel weinig tijd gegeven, hè, om hierover na te kunnen denken. En ik weet minimale informatie. Ik weet letterlijk de minimale informatie. Ja, die gaan we je nu allemaal geven. Maar dat moet wel even op een manier waardoor niemand ons kan afluisteren. Mm-hmm. Want als dit zeg maar uitlekt, dan zijn we lichtelijk fucked. En je weet het nooit, uw vrienden zijn nogal een beetje achterdochtig. Oké, dit is de locatie. Aparte locatie, jongens. Hele aparte locatie. We rijden ook gewoon gelijk door. Oh. Nou, kijk eens aan. Zo krijg je helemaal inderdaad dat niemand af kan luisteren. Nou, jongens, we gaan helikopter in. We gaan dus blijkbaar helikopter in. Om even dit te overleggen. Nou, er zit ook echt een chauffeur bij al. Ah, er zit ook al een chauffeur bij. Geen last van hoogte geweest met de plakkers? Nee, dat komt wel goed. Dat is helemaal goed. Maak maar zeker het even een kleine vlucht. Dan doen we daar de rest van het gesprek. Yes, prima. Nou, doet het toevallig ook aan sporten of niet? Of ik aan sporten doe? Nou, ik moet vaak genoeg rennen. Sporten hoef ik niet. Ik heb vaak genoeg jullie achter me aan, dus... Interessant. Dan zie ik rennen wel als een goede sport. Hey, dit is de legerbasis, toch? Dat klopt. Jullie hebben hier toestemming om gewoon hier te staan. Ja. Zeggen ervan als je hoog bent. Ja, oké. Okay. Nou jongens, we veranderen dus op de legerbasis. En dan hier ergens zal weer een autootje geparkeerd staan. Hier ergens zal weer een autootje geparkeerd staan. Ik ben heel benieuwd. Heeft u al gedachten waar u het over wilt hebben met de plakkers? Nou, ik ben eigenlijk vooral benieuwd waar jullie het over willen hebben. Want jullie benaderen mij natuurlijk. En ik ga met iets akkoord van jullie. Dus ik wil vooral informatie weten meer dan dat ik heb op het moment. Want ik ben een beetje blind als het om de situatie gaat. Ik weet wel de context en wat jullie willen, maar minimaal. Ja. Heb je in ieder geval wel het voordeel dat wij een briefingje voor je hebben voorbereid? Ja. Hele andere kant dit. We blijven ook vliegen. We blijven ook gewoon vliegen. U moet zometeen wel even een stukje meelopen. Nee, dat is niet erg. Maar wij hebben wel het een en ander wat we willen. Maar waar bent u toe bereid? Dat is een beetje de vraag. Ligt echt aan wat ik ervoor krijg. Ligt aan wat u ervoor krijgt. Ja, want jullie hebben natuurlijk wat dingen verteld wat ik kon krijgen. Eerder geweest? Hier, op de legerbasis? Ja? Nee, nog nooit. Dit is wel echt nieuw. Uw vriendjes, die houden u wel heel scherp in de gaten. Hoezo? Nou, ik werd in de tussentijd al gebeld. En mijn collega die wordt op dit moment ook al gebeld. Ja, ze weten natuurlijk dat ik met jou nu omga. En dat soort shit. En ik heb ze niet verteld wat ik nou gedaan had. Ik zei dat komt later wel, ik leg het later wel uit. En eigenlijk is dat nog niet, er is het nog niet van gekomen om het aan ze te vertellen waarom ik nou met jou was. Mm-hmm. Dus ik vind het ook wel logisch dat ze achterdochtig zijn. Een soort van, ja. En deze wereld moet Edward, dat ook wel. Het gebruikt u natuurlijk een beetje als een poppetje. Denk je? Dat het lijkt wel alsof super juist hier bent. Je bent een paar seconden weg en er hangt een helikopter boven ons. We worden gebeld. Kon een helikopter niet hier landen, joh? Jemig. Ja, ik snap het ook niet. Ik denk dat de helikopterpiloot een beetje... Die wilde helemaal daar landen. Dankjewel. Yes. Metaalpoortje. Het is ook nog echt een briefingruimte ook, inderdaad. Ja, begin maar. Hoe staat u in de groep, meneer Plakkers? Neutraal. Neutraal. Niet hoog, niet laag. Er is niet echt een bijzondere rangorde. En qua vriendschap, wie mag het meest, wie mag het minst? Nou, wel goed. Dat wel goed met iedereen. Goed met iedereen. Goed met iedereen. Dan wordt het nog lastig. Er zijn specifieke mensen natuurlijk, die je iets vaker ziet. Mag ik dan vragen, nogmaals, mijn collega heeft ook al gezegd dat we hartstikke blij zijn met het aanbod. Maar mag ik dan vragen wat dan toch, zeg maar, het punt is geweest waarom u heeft gezegd, ja, ik ga dat toch wel aan? Nou, wat jullie aangeboden hebben. En ik ben wel behoorlijk benieuwd wat daarvan allemaal waar is en wat jullie echt aan kunnen bieden. Dus laten we even iets meenemen, een klein gedeelte ervan wat we aanbieden. Maar je zou 100k willen verdienen voor, om het even in een volksmond te zeggen, het naaien van uw vrienden. Bewijs van, ja. Nou ja, kort gezegd, wat wij willen is best helder. Mm-hmm. En dat gaan we opsplitsen in meerdere rondes. Oké. Okay. Dat is puur om een beetje risico te spreiden. Om te voorkomen dat we de hele groep in één keer gaan focussen. Ja. Dus we verwachten dat u om de zoveel tijd, waarschijnlijk wekelijks, een opdracht van ons binnenkrijgt met 2 à 3 informatiestukken die we nodig hebben voor onze, voor onze cases, zeg maar, voor onze onderzoeken. Dus deze week willen we u ronde 1 voorleggen. Oké. Okay. In principe willen wij van de heer Jordi B. Mm-hmm. Willen wij al zijn adressen weten. Adres van Jordi.
Ja. Want we hebben het gevoel dat hij namelijk niet overal geregistreerd staat waar hij verblijft. Daarnaast willen wij ook nog van hem al zijn voertuigen plus kentekens weten. Oké. Plus we willen het liefst bewijs ontvangen. En dat kan door middel van foto's, opnames, audio-opnames. En daar kunnen wij u de middelen voor leveren. Zendertje, camera, pennetje, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat hij op dit moment in bezit is van een wapen. En dat is bij ons in ieder geval bekend. Het enige waar het nu nog over gaat is het definitieve bewijs. Dus een foto van dat hij een wapen in zijn handen heeft. Bijvoorbeeld, of hem gebruikt. Of een audioclipje waarin hij het toegeeft. Okay. Daar kunnen we u nogmaals alle middelen voor meegeven. Wat bieden wij daarin tegen? We hebben het zojuist al gehad over de 100k. In principe wordt die 100k uitbetaald op het moment dat alle rondes worden voldaan. Dus mm-hmm. op het moment dat alle rondes succesvol zijn afgerond, of in ieder geval de informatie daarvan binnen is gekregen, of grotendeels daarvan, dat wij het genoeg beoordelen, krijgt sowieso die 100k. Maar dat maakt mijn risico groter als ik alles na afloop krijg. Dat maakt mijn risico een stuk groter voor wat ik hieruit kan halen. In principe gaat het niet om het risico vanuit ons. Het gaat meer omdat u aan het begin sowieso vertrouwen moet gaan wekken. Dat wij ook weten dat u het vertrouwen bent. Dat klinkt wel lullig. U kunt onze toezegging of een toezegging in ieder geval doen. Maar op het moment dat u bijvoorbeeld gisteren al voor de eerste keer tegen me gelogen heeft met zijn telefoontje naar Edward, moeten we dat eerst maar voorzien. Nee, oké. Okay. Maar stel, dit gaat allemaal goed. Ik heb een strafpad. Ik heb van alles. Hoe kan ik hier ooit dan nog veilig van wegkomen? Ik kan niet bij jullie terecht. Dat regelen wij wel. Ja? Ja. Bescherming regelen wij. We kunnen kijken naar mogelijke extra identiteit voor u, als u snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Maar dat ligt er ook aan in hoeverre het natuurlijk bekend is bij de personen. Het heeft natuurlijk geen nut om u gepantserde auto te geven zolang er niks bekend is. Dat zou alleen maar opvallen. Ja, nee, klopt. Nee, daarom. Het moet inderdaad niet opvallen dat ik in één keer aan nieuwe spullen kom. En tot hoeverre kan ik vertrouwen dat jullie niet meeluisteren met van alles wat ik doe. Want jullie houden ons al in de gaten. Zoals net wist je alweer dat ik gezellig met hun was toen je me belde. Dat ik niet consistent in de gaten word gehouden. Ik denk dat u dat een beetje moet koppelen aan het begin. Wij zijn helemaal aan het aftasten hoe u in elkaar steekt. Ondanks dat we natuurlijk wel weten als we kijken. Alleen dat heeft heel erg met aftasten te maken. Het enige wat wij heel erg duidelijk willen maken, dat is dat wij echt totaal niet dom zijn. We hebben heel wat troefjes in de hand die we kunnen gebruiken om bedwingen wil ik het niet per se noemen. Maar om je even te laten weten dat het niet zo handig is als u bepaalde dingen in uw hoofd haalt. Maar het is gewoon puur het feit dat dat een beetje met het beginfase te maken heeft. Plus laat ik ook voorop stellen, op het moment dat u met die groep bent, dat hun nog steeds ook door ons gemonitord worden. En niet alleen door twee infiltranten die extern. Ja, nee, dat is duidelijk. Als we hier toch staan, Willemunt. Ja. Kunt u mij iets vertellen over hem? Als je het over de duivel hebt, hij belt me echt het moment dat je dat zei. Hey! Plakkers! Willem! Jij bent bezig nu. Ja, correct. Locatie. Ja, al had ik je een locatie kunnen geven, had je er niet kunnen komen. Hoezo? Dat krijg je zo meteen wel waarschijnlijk te zien. Hoezo te zien? Ja. Plakkers, we doen dit samen. We doen dit samen, maar jij bent Gina aan de beurt. Volgens mij, volgens de briefing. Wat? Wacht even hoor, tot hoeverre kan ik aan Willem vertellen over dit? Het is redelijk simpel toch? Vertel maar gewoon dat u hier staat. Ja? Willem is de volgende. Ja, oké. Okay. Nou Willem, ik ben de briefing aan het doen nu. Oké. Okay. Met de heren van gisteren. Alleen die twee. En er was ook nog een piloot, maar die staat hier als het goed is ergens buiten. En we staan op de legerbasis, of in zelfs. Oh, maar daar kan Willem ook wel komen. Dat is niet zo lastig. Maar ik denk dat jij zo meteen ook in gaat. Dan krijg jij dezelfde briefing als ik, alleen dan met jouw interesses, zeg maar. Oké, okay, moet Willem ergens naartoe komen dan? Ik denk dat je zo meteen gecontact wordt. Maar ja, Willem is een beetje, is oud. Voor mijn gevoel niet helemaal 100 af en toe. Nee. Maar dat komt omdat hij ook heel emotioneel is. Dus ik zou wel natuurlijk echt oppassen met hoe ver je hem wil gaan pushen met dit. In principe is dat juist een voordeel. Hij heeft natuurlijk wat familie die hierbij betrokken is. Mm-hmm. Ik weet wie je bedoelt. Onder Edward, zeg maar, leeft. Waar we een beetje op doelen met Willem, dat is... ik wil een beetje wat over zijn mond weten. Want ik merkte gisteren dat we in het AB staan. Dat hij eigenlijk, zonder dat we nog geen 5 minuten van elkaar gescheiden waren... het er al in een openlijke, publieke garage had. Nou, is dat het politiebureau. Ja, als hij straks op Blokkenbak staat met zijn Willem-houding, ja. Ja, nou, dat is wat ik zeg, Willem. Willem is apart. En hij is inderdaad niet bang om zijn mond open te trekken over iets in het algemeen. Om te zeggen wat hij denkt. En hij vloekt inderdaad misschien wel eens hier en daar iets eruit. Dus daar moet je inderdaad wel op gaan hameren. Ja, ik kan nu niet natuurlijk minder met mensen omgaan. Nee, het is de bedoeling dat u er meer mee omgaat. Maar weet dat ze op u in gaan praten. Want ze heeft van ons contact, heeft ze net gezegd. Ja. En weet dat ze u ook 2 keer zo hard in de gaten gaan houden. U bent zeg maar een heel klein beetje het missende puzzelstukje. Maar ik snap best dat u dat niet te gehaast wil doen, omdat u dan ook wantrouwen opwekt vanuit de groep zelf. Dat is eigenlijk heel aan u. Maar in principe beseft u wel dat wij al 80% zitten van wat er gedaan moet worden. Ja, nee, dat is inmiddels duidelijk gemaakt.
Zullen we wat afspreken? Is dat handig? Ja, dat is sowieso wel fijn. Anderhalf week? Over anderhalve week gaat het dan om de vuurwapeninformatie of ja. Echt compleet ronde 1? Ronde 1. Ronde 1. En jullie gaan hierna met Willem afspreken? Ja. Oké, okay. En je kan hier met Willem over praten? Nee, want Willem weet niet dat wij achter de groep aan zitten. Nee, dat sowieso. Maar hij gaat aan mij vragen wat heb ik gebriefd gekregen. En ik ben al even eerlijk met Willem, denkt hij. We gaan Willem in ieder geval vragen om bij Edward wat dingen op te wekken. Dus doe gewoon alsof je van Edward zijn voertuig wil weten. Of ja, zo, kom maar goed. Dat komt wel goed. Zeg maar dat jij de opdracht hebt gekregen om Edward's voertuig te achterhalen. Ja, prima. Kijk, er staan auto's weer, jongens. Oké. Okay. Lukt dat? Is dat een moeilijke opdracht? Voor Willem liegen of Joris in? Het eerste. Nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. En het tweede? Moeilijk. Ik ga eens zien wat ik kan doen zonder mezelf te verraden. Nou, nogmaals, het hoeft niet exact anderhalf week te zijn. Ja. Maar laten we ongeveer over anderhalf week een beetje een afspraak maken of wat. Ja, nee, dat komt goed. Vind je zelf een weg terug of moeten wij beginnen? Nou, het liefst word ik niet hier achtergelaten. Ik vind het wel veel te gezellig in de auto, of niet? Ja, en ik hou niet zo van kilometers lopen om weer bij de bewoonde wereld terecht te komen. Dat is wel heel handig. Ik kan mezelf namelijk wel vrijstellen voor dingen nu. Ik leg zo meteen wel uit aan jullie waarom ik dit nou zo erg doe op het moment. En bent u hier rechts zoals geweest met Richmond ook al? Niet echt. Dan spreken we daar de volgende keer af. Oké, je stapt zo meteen uit en loop je direct naar je auto en ga je hier weg van dit trein. Want als ze je auto hebben gezien, dan houden ze je ook. Yes, de enige is, ik wil wel mijn spullen terug. Ligt als goed in de kofferbak. Wie staat yes. Hey, ik ga er gelijk vanuit voordat de mensen in de buurt zijn die achterdocht gaan worden. Hey, fijne dag hier. Hetzelfde. Oké, jongens, we hebben nu dus dat gesprek gehad met hun. En ik weet wat ze willen. Ik weet wat hun ronde 1 is. Wat ze heel graag van me willen nu. En dat soort shit. Dus het is nu even kijken en uitzoeken. Ik wil hier eigenlijk het liefst met Willem even over praten binnenkort. Maar dat kan pas zodra Willem die briefing heeft gedaan. En dan moet ik even kijken, want ik ga wel eerlijk zijn tegen Willem. Maar ik moet heel goed oppassen dat ik niet gebukt word of afgeluisterd word, weet je. Dus ik denk dat Willem en ik gewoon weer onze jogging sessies moeten gaan zetten. We moeten gewoon weer samen gaan joggen. En dan wil ik er hiermee over gaan hebben. En wellicht wil ik het ook met Jordi over gaan hebben. Omdat Jordi mijn eerste ding is. En of juist met Piet of zo, weet je. Dat ik even aan Piet kan vragen hoe en wat. Want ik wil je niet te lang voor de gang achterhouden. Want dan gaan ze echt achterdocht worden. En denken ze dat ik echt legit hun wil gaan verraden. Hun wil gaan snitchen. Dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil kijken wat hieruit kan. Want je hoorde het. Schiettraining. Er kunnen auto's voor me regelen. Als ik ooit eens een keer vastkom. Zit voor iets wat ik gedaan heb. Kan ik hun contacten. En dan kunnen ze me eruit. Basically swoepen. Ze kunnen misschien wat vrijstelling geven voor dingen, weet je. Het is heel veel profijt wat ik hieruit kan halen. En ik krijg best wel lang de tijd om shit te regelen. Dus misschien kan ik zelfs een plannetje bedenken om met Jordi te gaan zitten. Of juist met iemand anders van de gang. En daar dan over te gaan praten. Hoe we dat kunnen regelen, zodat we een soort vertrouwen echt wekken bij de politie. Dat we telkens meer vertrouwen wekken. Want ja, ze zeggen het. Of ze bluffen natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk al grotendeels van ons bekend. Maar goed jongens, dan... dit is even iets waar we over na moeten gaan denken. Dus laat maar even een reactie weten hoe ik dit verstandig aan kan pakken. En niet, ga nou niet komen te niet. Ik ga niet, zeg maar, de gang zomaar verder in hem verraden of zo. Geen zorgen. Maar ik zoek wel profijt waar het niet mogelijk is. Hey, dat is Gerard. Hey, ouwe lamlul, stap eens hier. Hey, fucking hond.